In deze video gaan we weer kijken naar mijn portfolio, mijn portfolio dan bij de Giro. Dat is de broker waar ik de meeste, meeste waarden heb zitten, de meeste losse aandelen heb zitten. En eens in de zoveel tijd maak je dus een overzicht, een beetje om te kijken naar, vinden jullie interessant, naar welke aandelen heb ik, tegen welke prijzen heb ik het, hoe hebben ze het de laatste tijd gedaan? En zeker op vandaag, dinsdag 8 september is het, als ik deze video opneem, mijn grootste positie is Tesla. En Tesla heeft een, laten we noemen, iets mindere dag. Zijn er zeker ook de momenten dat het af en toe minder gaat op de beurs? Laten we die ook vooral gaan bekijken. Dat gaan we dus zien in deze video. En bij ieder van de posities zal ik dan kort uitleggen waarom ik het aandeel gekocht heb. Of, het nog steeds, of ik er nog steeds over denk. En waarschijnlijk is dat wel zo, omdat ik natuurlijk nog steeds het aandeel in bezit heb. En wat ik verwacht eventueel van de toekomst. Het laatste nieuws, hoe ik in ieder geval nu over deze posities denk. Hopelijk kun je daar iets van leren. Hopelijk kun je zien welke aandelen ik heb, waarom ik die aandelen heb. En ik ben ook zeker benieuwd naar hoe jullie denken over deze aandelen. Of je het eens bent met mij of juist niet. En waarom, als je het niet eens bent, ben ik ook zeer benieuwd waarom jij dan anders denkt. Hopelijk kan ik daar nog iets van leren. En zeker ook andere kijkers. Dus als je ergens een opmerking op hebt, een andere opvatting over zo'n aandeel, laat dat zeker weten in de reacties onder deze video. Hebben we genoeg gepraat voor deze intro? Laten we overstappen naar de computer en beginnen met deze video. We gaan in deze video dus kijken naar mijn portefeuille bij de Giro. Uh, op mijn website staat waarom ik de Giro aanbeveel. Juist vanwege de kernselectie, de gunstige tarieven en nog veel meer dingen. Dus uh, ben je nog geen lid bij de Giro? Heb je dan nog geen account? Ben je nieuw met beleggen? Well, onder deze video vind je een link onder andere naar de Giro. Daar kun je eigenlijk, uh, in ieder geval, dat is mijn favoriete broker. Um, gaan we dan kijken. Ik ben al ingelogd bij de Giro. Dan zien we dat we op dit moment net iets minder dan 75.000 euro hebben. Um, en de dagtotaal zit zeg maar afgerond min 10.000 euro. Nou, als we gaan kijken de AEX vandaag, die staat al op een min 1,1%. Ook uh, de S&P 500 staat gewoon min 1,3%. En ook andere beurzen staan flink in de min. Uh, zeker de techbeurzen, de tech aandelen. Dus laten we gaan kijken waar het dan uh, mijn grote dagverschil vandaan komt. Nou, gaan we naar portefeuille. Dan zien we verschillende posities. Uh, het grootste dagverschil, dat is deze kolom, zien we natuurlijk bij Tesla vandaan komen. Tesla staat op dit moment 20% in de min. En dat heeft er vandaag mee te maken dat um, ja, lange tijd ging iedereen ervan uit dat Tesla opgenomen zou worden in de SP 500. Ze hadden het vierde kwartaal winst gemaakt. En dat is een van de dingen om opgenomen te worden. Dat je ja, gedurende de vier kwartalen uiteindelijk al die kwartalen, over, over al die kwartalen een uh, positief uitkomt. Um, dat zien we eigenlijk ook al een beetje terugkomen. Laten we de laatste drie maanden kijken. Het ging al heel erg hard met Tesla. Um, en ik geloof dat hier ergens... Uh, ...aan de ene kant de kwartaalcijfers kwamen rond deze periode. En hier ook ergens de stoksplitsing... ...de aandelen bekend werd. Um, nu zien we dat Tesla zeg maar 350 dollar is. Maar het is door 5 gegaan. Dus dit moet je eigenlijk... Ja, volgens mij was het zelfs meer dan 400. Ja, zien we hier zelfs 500 dollar. De, dus... Voor die tijd was het eigenlijk dus 2.500 dollar voor een aandeel. Nou, um, aangezien dus verschillende dingen even tegen zitten, er werd wel meer verkocht, wel meer tech aandelen die het slecht deden. Um, en dus dat S&P nou um, Tesla niet op gaat nemen, in hun uh, voorlopig in ieder geval nog niet. Ja, daar gingen mensen wel van uit, dat zat de hype eigenlijk, was daarop gebaseerd. Op deze periode was het natuurlijk ook veel te hard gestegen en nu gaan we dus ook weer heel hard onderuit als in één keer het nieuws waar iedereen op zat te wachten ja, dus niet uitkomt. Laten we verder gewoon even bovenaan beginnen. Uh, dan zien we Adifica, het uh, zorgvastgoedfonds. Uh, sowieso heb ik trouwens de laatste tijd weinig aandelen bijgekocht. Zoals jullie weten, ik ben heel erg druk geweest om die beleggerstraining te maken. Ik ben daarna heel erg druk geweest, alles rondom mijn huis. Toen kreeg ik de sleutel, hier nog geklust. Uh, uiteindelijk overgehuist, toen zat ik weer een tijdje zonder internet. Nou, als je geen goed onderzoek kunt doen, moet je eigenlijk vooral ook niet al te veel bijkopen. Dus misschien is dit wel heel erg veel hetzelfde als de laatste keer, al weet ik dat er een paar posities bij zijn gekomen. Dus uh, bijvoorbeeld Adifika is geloof ik wel hetzelfde, uh, 25 aandelen. Daar staan we dus met een uh, ongerealiseerde winst van plus 7%, procent. best goed. De laatste tijd heeft Adifika telkens een paar vastgoedprojecten bijgekocht. Ik geloof in Engeland, in Zweden en dat soort dingen, telkens voor een paar miljoen. In ieder geval weer uh, voor de komende jaren vooruit kunnen. Nieuwbouwprojecten geloof ik zelfs ook. Dus ja, ik vind zorg vastgoed interessant. Uh, vastgoed is natuurlijk heel erg lastig. Uh, kantoorpanden, dat is maar de vraag of dan zoveel vraag naar zal zijn na corona, dat steeds meer mensen thuis gaan werken. Uh, winkelvastgoed, hetzelfde. Natuurlijk zullen er bepaalde winkels blijven, maar steeds meer gaat richting online. Dus ook daar zal ja, de vraag naar winkelvastgoed afnemen en daardoor denk ik ook de prijs. Dus uh, zorgvastgoed is een van die dingen. Daar komt de vergrijzing aan. Uh, mensen hebben meer geld, uh, kunnen dat gebruiken om ook ja, zorg te krijgen in zo'n tehuis. Daar is uh, Adivica, die bouwt die tehuis. Dus ik denk zeker dat daar de komende jaren nog volop groei te verwachten valt. Uh, kijken we dan naar de tweede positie, Albemarle. Dat is wel een positie die ik geloof vorige week heb gekocht. Uh, vorige week hadden we ook zo'n dag dat er van alles ja, misging. Het uh, was voor mij donderdag, vrijdag dat het hard ging op de beurs. En juist toen dacht ik, een aandeel waar ik al langere tijd naar zit te kijken. Laat ik eens gewoon wat uh, geld erin steken, dus samen met Tesla. Toen had ik drie aandelen Tesla en tien aandelen Albemarle gekocht. Um, ik heb al regelmatig over Albemarle gepraat. Albemarle heeft uh, de lithiumgrondstoffen, zeg maar. dus vooral ook weer richting de energietransitie. Um, en juist hadden ze eigenlijk best wel goede cijfers op dit moment, terwijl de prijzen voor de grondstoffen niet eens zo heel geweldig zijn. Dus dat wil zeggen, wanneer die prijzen weer gaan stijgen, dan gaat het alleen maar extra goed natuurlijk, want alle kosten zijn eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. Alleen de winst zal natuurlijk hard omhoog gaan. Dus dat was een van de redenen waar ik dacht: laat ik nu maar vast instappen en gedurende de komende tijd kijken of ik mijn positie uit kan breiden. Dan het derde aandeel, Alphen, Nederlands bedrijf, ook volop in de energietransitie, uh, zij doen heel veel met smart grids, uh, ja, stroomkastjes, alles in de wijk waar je vaak dingen ziet, heb ik in ieder geval in de buurt gezien, is vaak Alphen, Alphen heeft de laatste tijd, uh, ging het erg hard, vaak was het gekoppeld aan Tesla trouwens, dus als Tesla het slecht doet, dan doet Alphen het slecht. Doet Tesla het goed? Doet Alphen het ook goed? We zien hier ook een rendement van ja, 120%. Procent. En ik weet dat heel veel van jullie ook allemaal... Ja, misschien ook zelfs grotere rendementen hebben gemaakt. Um, ik, ook weer zo'n aandeel dat ik ja, misschien begin van het jaar behandeld heb... een keer in uh, interessante aandelen. En zeker, ja, kijken we de laatste maand... dan schiet het echt omhoog van 40 tot uiteindelijk meer dan 62 euro. Na de hand weer iets gedaald. Ik denk nog steeds wel iets overgewaardeerd... Maar ja, uh, mocht je ooit in willen stappen, hou het een beetje in de gaten. Het zou kunnen zijn dat er binnenkort weer ja, eerlijk gewaardeerd is. Het ligt eraan een beetje hoe lang de deling, zeg maar doorzet. Gaan we dan door naar Archimodo? Laatste tijd regelmatig voorbijgekomen in video's. Zeker ook weer wanneer we uh, elektrische voertuigen en dat soort dingen hadden vergeleken. 75 aandelen. Hier sta ik 32% in de min. Ik weet nog dat ik het ook al een tijdje in de gaten hield. Um, en toen ook kocht nadat er weer goed nieuws was geweest. Dat was eigenlijk ook meteen op de top. Um, na de hand hebben we een paar keer gehad dat het en weer flink steeg en weer flink daalde. Um, nou ja, uiteindelijk zitten we nu dus ver onder wat ik heb betaald. Een aandeel wat ik toen ook al kocht, waarvan ik wist dat het natuurlijk wel een beetje speculatief was. Het is een klein bedrijf, maar wel een winstgevend bedrijf. Alleen misschien niet de beste eerste aankoop gedaan... Wel een aandeel wat ik in de gaten ga gehouden. Kijken wanneer er weer momenten zijn. En misschien binnenkort wel weer bij ga kopen. Wanneer ik denk van dat ik nog steeds geloof in het aandeel. Want ik denk zeker, zoals gezegd, het is niet groot. Maar het is wel wel bewezen. Ze We hebben een productie met kleine voertuigen. Het is vaak um, ja, meer met z'n tweeën in zo'n soort scooterachtig iets zitje. Dus het is heel interessant voor ja, een leuk voertuig voor erbij. Maar zeker ook voor bezorging, maaltijdbezorging en dat soort dingen. En ja, elektrische voertuigen, die zijn het wel de komende jaren. Archimodo heeft dus al eigenlijk bewezen dat ze veel productie kunnen draaien, dat er interesse is, alleen zo achteraf gezien denk ik dat ik het op het verkeerde moment heb gekocht. Dan gaan we naar Basic Fit, ooit begonnen geloof ik met 20 aandelen, toen 40 erbij gekocht, 80 erbij gekocht, inmiddels zit ik dus op 200 aandelen. Hier zit hem ook redelijk in de winst. Um, al komt dat natuurlijk wel. Nu staat de koers niet heel hoog. Hij stond eerst hoger. Maar basic fit is echt een aandeel dat klappen heeft gehad. Vanwege de coronacrisis. Dat zien we begin van het jaar 35. Toen zakte die zelfs naar 11. En langzaamaan krabbelde die op. Vooral. Ja, nou, laatste tijd ligt het al weer stil. Maar corona is er nog steeds. Het is denk ik wel een aandeel wat weer hard omhoog kan schieten. Wanneer eenmaal bijvoorbeeld een vaccin is of zo. Dat corona echt over is. Tot die tijd is het gewoon een bedrijf wat, denk ik, draait zoals het moet draaien. Het is natuurlijk nu allemaal iets anders. Maar voor die tijd ging eigenlijk alles volgens een boekje. De sportscholen die ze openden werden binnen drie jaar terugverdiend. Het was een heel erg goed businessmodel. En juist ook interessant eigenlijk om ja, misschien wel weer bij te kopen. Dit is misschien wel een van die aandelen die, ja, wanneer er een vaccin komt... ...zomaar weer, ja, ik zou niet zeggen verdubbelen, maar wel flink in prijs kan stijgen... Gaan we dan aan Beyond Meat? Die staan vandaag flink in de plus. Dat heeft ermee te maken dat Beyond Meat vandaag heeft aangekondigd twee fabrieken te gaan bouwen in China. Ik geloof in de buurt van Shanghai. Um, ja, China is best wel een grote afnemer wat betreft vlees. Dus waarschijnlijk ook van vleesvervangers. Zeker met het gedoe rondom vlees in China. Um, ik heb alleen maar vijf aandelen. Dat is dan weer niet zo heel veel. Maar wel gewoon in de plus. Het liefste zou ik misschien deze positie nog uitbreiden. En als ik dat niet ga doen, juist weer verkopen. Dit is zo'n positie. Als ik er niet mee doe, ja, dan staat het er eigenlijk maar tussen. En kan ik misschien mijn geld beter in een andere positie steken. Bijvoorbeeld in Facebook. Facebook staat nog steeds 45% in de plus. Ooit begonnen met uh, kopen op een dip. Ook met slecht nieuws. Um, en de laatste tijd heeft Facebook ook alweer wat flinke dipjes gezien, geloof ik. Kijk, maar uiteindelijk heeft het ook wel weer dit hele jaar. Heeft u best wel een stijgende lijn? Zoals gezegd, af en toe een dipje. Maar uiteindelijk stijgt het wel flink. Ik heb ooit gekocht voor 175 dollar. We zien inmiddels nu voor 275 dollar staan. Um, het is gewoon een bedrijf wat heel veel winst maakt. Um, heel veel data heeft van gebruikers. Dus als gebruiker zijnde is dat niet zo leuk. Vind ik tenminste. Daarom heb ik geen Facebook-account. Maar als belegger zijnde is het extra interessant. Want er is gewoon heel erg veel geld aan te verdienen. Het meeste verdienen ze aan Amerikanen en Canadezen. Uh, gevolgd door Europeanen en daarna bijvoorbeeld uh, Aziatische landen en naar Afrika. En je ziet gewoon telkens waar een paar jaar geleden Amerika was, dan zit Europa nu wel op dat niveau. Amerika is verder gegroeid. Dus je kunt verwachten dat al die andere continenten eigenlijk telkens elk jaar groeien. En dus zit er nog steeds volle potentie in het aandeel. Het is natuurlijk wel een beetje afwachten wat advertenties doen. Ik geloof dat het nu alweer hersteld is. Dat is ook de reden dat het flink was gedaald. Omdat heel veel bedrijven of Facebook boycotten of vanwege corona sowieso minder gaan adverteren. Volgens mij is dat al weer een beetje over. Maar zeker op bepaalde momenten, wanneer de koers misschien wel weer onderuit gaat, is het al interessant om mijn positie eigenlijk uit te breiden. Want het is wel een aandeel wat ik graag veel meer aandelen van zou hebben, maar ja, eigenlijk nooit echt toe, ja, tot ben gekomen om meer te kopen. Dus zeker iets aan bij te houden. Dan een positie Gevo, een bedrijf waar ik de meeste aandelen van heb. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken dat de koers gewoon de laagste is. 1 dollar en $67 cent heb ik betaald. Maar nu zitten we net boven een dollar, oftewel 40% in de midden. Dit was meer ook echt een speculatief aandeel. Um, het kwam uit met bepaald nieuws. Uh, het werd binnen onze ja, groep eigenlijk besproken. Um, ik was toen bezig met een verhuizing. Ik heb heel even kort het nieuwsbericht gekeken. Een gokje gewaagd. Ik heb geloof ik. Um, iets van 500 euro erin gestoken. Ik, ja, gewoon als kijken of het iets is. Het is misschien niks op de korte termijn. Het kan wel heel erg interessant zijn op de lange termijn. Dus dat was de reden dat ik alvast een positie heb. Dan staat het in mijn portfolio, portefeuille. En dan zie ik het regelmatig voorbij komen. Waardoor ik het ook regelmatig weer zal volgen. Kijken of het nog steeds zo interessant is. Zoals gezegd, ook vandaag weer een slechte dag. Min 10%. En dat verklaart dus onder andere waarom ik min 40% sta. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Archimodo. Um, op heel erg goed nieuws gekocht en ja na de app dat goede nieuws weg is die hype weer een beetje over en staan we dus um, ja, flink in de min dan naar Prologis een andere vastgoedfonds ja hier hadden we zorgvastgoed bij Adifica Prologis is juist van de grote distributiecentra zoals ik zei ik geloof in zorgvastgoed niet zozeer in winkels waar ik wel in geloof zijn webwinkels dus ja die hebben grote magazijnen nodig Prologis zorgt daarvoor en dus dat is een aandeel wat ik interessant vind, juist voor, vanwege ja, dat is de type vastgoed waar ik in geloof. Dan gaan we naar Square, het betalingsbedrijf eigenlijk. Ook dat heb ik regelmatig al behandeld, of volgens mij al een paar keer behandeld, um, in interessante aandelen. In het begin was het zelfs rond de 60 dollar toen ik de eerste keer behandelde. Toen is het uiteindelijk gestegen naar, geloof zelfs 160 dollar in de laatste paar dagen Laatste week weet ik hoe precies. In ieder geval, het gaat weer flink onderuit, zien we hier wel. Ook echt zo'n aandeel dat hard is gestegen dit jaar. Laten we even uitzoomen. Zoals gezegd, zelfs tot 40 keer 4 was het dus dit jaar. Uh, hard gestegen, nu ook weer hard. En dan dalen juist nu alle tech-aandelen wel weer een beetje. ...in de uitverkoop zitten. Ook dat had dan weer te maken met Softbank... ...die flink in speculeren was met call-opties... ...waardoor alles eigenlijk flink omhoog ging in prijs... ...omdat er heel veel vraag naar leek te zijn. Gespeculeerd werd op die prijsstijgingen. En Softbank heeft er geloof ik de laatste tijd... ...4 miljard euro mee verdiend. Um, ja, alleen de particuliere beleggers... ...die op de verkeerde momenten instappen... ...en zeker de laatste dagen zijn ingestapt... ...of de laatste week... ...die kunnen wel eens met verliezen gaan zitten... Ook dat hoort erbij. Dus daarom is het juist zo interessant om altijd voor de lange termijn te gaan zitten. Want als je op de korte termijn zit, zou je misschien nu verkopen en moet je dus een verlies nemen. Maar in ieder geval, Square, zo'n bedrijf, ook echt een bedrijf waar ik wel in geloof. Ook weer niet per se de komende tijd. Want ze hebben nog wel concurrenties, ze hebben nog wat stappen te nemen. Maar ze groeien heel erg hard. Juist voor de komende jaren zie ik hier wel heel veel mogelijkheden. Ze combineren eigenlijk van alles: ze combineren creditcard, met een bankrekening, met crypto kopen. En een broker. Dus je kunt ook je aandelen regelen. Eigenlijk alles wat betreft financiën je zit dan in één app. Nu nog tot Amerika gericht. Maar laten we hopen dat dat langzaamaan uitbreidt. Zeker een aandeel om wat ik denk in ieder geval af en toe wat bij te kopen. Dan komen we dus bij Tesla aan, mijn grootste positie, nu 45.000 euro. Ik geloof nog geen twee weken geleden dat ik ergens een screenshot nam van mijn Instagram. En daar zie je trouwens regelmatig mijn portfolio voorbij komen. De goede dagen en ook de slechte dagen. Toen kon ik zelfs voor mij een Model 3 Performance kopen van het geld. Dus toen was het ergens bijna 70.000 euro geloof ik. Het um, is alleen wel jammer door de stoksplitsing, de aandelen splitsing, dat de gemiddelde aankoopprijs niet meer klopt bij dit aandeel. Als we naar beneden gaan, um, even kijken hoe het hier zit. Ik heb dus 153 stuks. En mijn gemiddelde aankoopkoers staat eigenlijk op 442 euro. Dat is niet helemaal waar, want heeft, dat was de koers van de splitsing. Um, voordat het aandeel gesplitst werd, uh, toen had ik 315 als gemiddelde prijs. Nou, als we dat dus delen door 5, komen we uit op 63 dollar vergeleken met de huidige koers. Dat verklaart onder andere waarom ik natuurlijk hebben we te maken met een flink verlies van 17%. Dat ik me eigenlijk nog niet zo heel erg druk maak omdat ik weet, inmiddels heb ik dus drie aandelen bijgekocht tegen een wat hogere koers. Maar laten we zeggen dat ik onder de 70 dollar of rond de 70 dollar per aandeel heb betaald. Terwijl het aandeel dus nu in de 400, of 350 dollar zit. Dus dat ik nog steeds 500% rendement heb. Dat is een van de redenen waarom ik me niet zo druk maak. Anders zou ik me natuurlijk wel druk gaan maken over 20% uh, daling op een dag. Maar zoals gezegd, dat is korte termijn. Ik geloof nog steeds in Tesla. We hebben natuurlijk wel te maken dat vandaag Nicola bekend maakte dat GM daar een, een, een minderheidsbelang in neemt. Ze betalen daar 2 miljard dollar voor 11% belang. En ook uh, Volkswagen is volop bezig met hun nieuwe modellen. En ze zeggen dat ze Tesla moeilijk gaan maken. Maar dat roepen autofabrikanten al jaren en dat is er nog niet gelukt. In ieder geval. Tesla min 20%. Onder andere dus, of vooral waarschijnlijk omdat ze niets op zijn genomen in de SP 500. Nicola, een bedrijf waar ik eigenlijk nog steeds niet in geloof, ook nu GM erin investeert. Uh, ja, ik moet het nog eerst allemaal wel zien. Ze gaan dus samen Nicola en GM de Nicola Badger maken. Maar die staat ook pas weer productie over twee jaar. Dus ja. Laten we dat maar eerst weer wachten. Uh, het aandeel vandaag wel 50% in de plus. Dus dat is juist al een interessant aandeel voor de korte termijn om te speculeren. Maar niet zozeer op de lange termijn. Ik wil eerst li liever iets zien dat ze ook echt iets gemaakt hebben, geproduceerd hebben en verkocht krijgen. Dus voordat we daar echt uh, ja, iets over kunnen doen en misschien wel een positie daarin nemen. En dan komen we aan bij Virgin Galactic. Ja, ook die heb ik laatst behandeld in een video. Ook echt weer een bedrijf, wat zeker niet op de korte termijn interessant is, juist met erg veel risico. Um, het heeft dus te maken met vluchten in de ruimte. Rijke mensen zouden binnenkort dus voor 200, 300, 400.000 dollar eventjes de ruimte in kunnen gaan. Um, ja, dat is iets wat nu nog niet kan. Wat nu nog zeer onzeker is. Al zijn de plannen wel om dat volgend jaar al weer wat te kunnen doen. En ik weet niet precies wat het nieuws vandaag is. Maar in ieder geval wel gelukkig een aandeel waar we mee af kunnen sluiten dat flink in de plus staat. Dat zorgt er dus voor dat ik nog net in de plus sta op het totaal. Maar kort samengevat hebben we dus eigenlijk heel veel aandelen. Een groot gedeelte is gebaseerd op uh, de energietransitie. Het elektrisch rijden. Denk hierbij aan al bemalen voor de grondstoffen. Alven voor de infrastructuur. Uh, we hebben natuurlijk Tesla, um, maar ook Virgin Galactic is dan weer een beetje ook richting de toekomst. Sommige dingen, zoals Prologis of Adifica, die zijn echt vanwege ja, vastgoed. Weer een ander soort investering eigenlijk. Aan de ene kant redelijke diversificatie. Aan de andere kant natuurlijk, Tesla is een heel erg groot gedeelte van mijn portefeuille. Dit is dan wel alleen bij de Giro, alleen bij andere brokers heb ik nou weer niet zoveel staan. Dus um, eigenlijk had ik heel lang gezegd, ik koop geen Tesla meer bij. Maar juist nu met deze dalingen, en ik geloof nog steeds in het bedrijf, denk ik van ja, dit zou wel eens. Het beste waar ik op dit moment even mijn geld in kan stoppen. Ik wil niet zeggen, trouwens, dat dat ook voor jou de beste, het beste aandeel is om nu geld in te investeren. Want mijn risicoprofiel, mijn inkomen, mijn uitgaven, die zijn anders dan bij jou. Dus kijk eerst naar je eigen positie. Kijk welk risico je wil nemen. Kijk naar risico dat je kan nemen. En beslis dan pas of Tesla dat aandeel is waar jij ja, in kan investeren, ook vooral. Sluit er nog even kort af met de trackers. De Vanguard FTSE All World, oftewel VWRL, nog steeds 70 aandelen. En de S&P 500, VUSA is dat. Daar heb ik 25 aandelen. Ik geloof de laatste tijd niet zo heel veel meer bijgekocht heb. Dit is meer zo'n uh, iets dat ik af en toe een tiental aandelen koop. Om juist weer even een beetje, uh, ja, toch wel een beetje balans weer in mijn portefeuille te, te krijgen. Uh, want dit is eigenlijk, ja, het is... 6.000, 7.000 euro op het totaal. Dus dit is maar 10% dat in ETF zit. ETF's zijn natuurlijk wel heel erg interessant voor de lange termijn. Um, het is heel erg makkelijk, maar ik vind het juist heel erg leuk om losse aandelen te zoeken, te onderzoeken. Aan de ene kant wel een beetje een, een gokje te nemen af en toe. Ja, soms betaalt dat zich goed uit, zoals bij Tesla. Soms gaat dat op de korte termijn nog wat minder. Maar al met al zijn dit dus mijn posities en ja zoals jullie zo staat dan kun je ook alles kijken jullie zijn vaak via instagram krijg ik de vraag van welk aandeel heb je dan of sinds wanneer heb je dat waarom heb je het gekocht hoeveel aandelen heb je wat is je gemiddelde aankoopprijs nou in dit overzicht kun je eigenlijk alles vinden dus doe ermee wat je ermee wil doen het is puur hoe mijn situatie is zoals gezegd ik wil niet zeggen dat dit ook de situatie is zoals jij hem zou moeten doen je hebt andere inkomens, risico's, uitgaven, dus baseer ook vooral je als je gaat beleggen daar jouw plan op. En mocht je nou aandelen willen kopen, dit is zoals gezegd via de Giro. Een link naar de Giro vind je onder deze video terug. Dan kun je eenvoudig en snel ook een account er aanmaken. Mocht je nog meer informatie willen over uh, beleggen, op mijn YouTube kanaal heb ik heel veel video's, heel veel be uh, beleggen voor beginners video's. Dus zoek daar vooral op. En onder de video vind je trouwens ook een link. Naar de beleggers training, die heb ik samen met Tim gemaakt. Dat is een training, een online training met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal en een community eromheen. Dus daar leer je eigenlijk alles wat je moet weten als beginnende belegger om je eerste aandelen te kopen. Hoe je dat kunt doen, waar je op moet letten, hoe je een plan kunt maken voor de toekomst. En zoals gezegd, dat vind je samen met alle andere informatie en links onder deze video terug. En tot zover mijn overzicht bij de Giro, zoals ik zei eerder in de video wel, ja, meestal gaat het goed, maar nu hebben we net zo'n dag dat het zeker niet goed gaat. Meer dan 10.000 euro, ongeveer 10.000 euro in de min. Ja, ik weet dat ik een veel lagere kostprijs heb bij de meeste aandelen, dus ook ondanks dat ik natuurlijk eigenlijk veel verlies heb, is dat niet echt verlies, ik heb het nog niet genomen. Dus ik leer er ook wel een beetje mee omgaan. Ik heb dagen dat ik misschien een paar duizend euro in de plus sta. Er zijn ook af en toe dagen dat ik een paar duizend euro in de min sta. Dit is al wel weer een uitschieter. Maar Aangezien ik eigenlijk niet anders ben gaan denken en de grootste verlies eigenlijk komt door Tesla. Niet anders ben gaan denken over Tesla, maak ik me op dit moment nog niet zo druk. Zeker omdat ik nog eigenlijk een, een visie heb voor Tesla en ook allerlei andere aandelen eigenlijk voor een paar jaar vooruit. Dus aan de ene kant hoop ik eigenlijk dat het aandelen misschien nog wel iets verder dalen. Dat ik daar nog extra bij kan kopen, goedkoop bij kan kopen, omdat ik toch zoals gezegd, mijn eigen focus op de lange termijn. Maar hopelijk heb je er weer iets van geleerd. Heb je gezien welke aandelen ik heb. Waarom ik die heb. En ik ben ook erg benieuwd dus naar of jij hetzelfde erover denkt. Of misschien juist totaal anders. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Dat we elkaar allemaal een beetje kunnen informeren. En misschien kun je mij wel helpen een visie bij te, ja, bij te schaven eigenlijk. Wat ik misschien bepaalde dingen nog niet weet over een aandeel. Misschien concurrenten van een aandeel iets beter in de gaten moeten houden. Al dat soort informatie. Dus dat maakt het erg interessant met zo'n community. Met iedereen bij elkaar. Dat we eigenlijk elkaar kunnen helpen. En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik ook welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt het YouTube-kanaal. Want deze video wordt dan meer mensen aangeraden. Wil je nou zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.